Welkom, Mia, vrijwilligster van het Brabants Museum Oud Oosterhout. Jij wil je verzameling matroeska's. Wat heb je zoal meegebracht? Ik heb verschillende soorten meegebracht. Ik heb, dat is hout, dat is dus erin gebrand, zeg maar. En dat is dus niet gevernist. Kijk, dat is kaal hout. En dan heb ik gewone geverfde. En dit, er zitten even kijken, heb ik net niet die. Er zitten er ook bij, die komen dus ook echt uit Rusland. En er staat dus aan de onderkant staat nog een zegel of een stempel of zo. En elke matroeska is anders. Er zitten er bij de ene zitten er 5, soms 7 of 3. Maar geen één is gelijk. Die hebben allemaal andere oogjes, andere wangetjes. Ik heb wel 5 paar rood-geel. En nog zijn ze allemaal anders. Andere wangetjes, andere wimpertjes, andere bloemetjes. Zo. Het is nooit hetzelfde, waar je ze ook koopt. Ik heb 30 stuks en geen één dezelfde. En hoe ben je op het idee gekomen? Ik ben eigenlijk op het idee gekomen. Ik ben jarig met kerst, rond kerst, 15 december. En toen kreeg ik van een vriendin kerstmannetjes. En er zaten er zo 5 in. En toen zag ik naar de rand bij Tineke de Nooi, vroeger van Veronica, op de televisie. En die had iemand en die had allemaal van die poppetjes bij. En dat vond ik zo leuk. En toen had ik die voor mijn verjaardag gekregen. En ik denk, ah. Oh. En toen ben ik er een beetje op gaan letten. En je hebt er dan weer één gekocht, Iemand die zei, oh, die heb ik ook nog staan, daar doe ik niks mee. En waar koop je die? In de wereldwinkel hebben ze ze onder andere. En er komen er ook heel veel uit, ik zeg altijd een beetje de Oostbloklanden, Hongarije. Ook diverse heb ik ook echt uit Rusland. En er was een winkeltje in Delft, vond ik. Het was een antiek winkeltje. En die had achterin een ruimte met van die poppetjes met die pijpen. Ik weet niet hoe die heette, die waterpijpen. Ja, waterpijpen. Ja, en daar had zijn hoekje met allemaal Maruska-poppetjes. En zij had allemaal echte mooie oude. En die had ze opgekocht van iemand die het in de winkel had. Oh, ja. Of van een verzameling. Oh, van een verzameling. Ja, ja. Dus elk jaar vond ik dat ik van mezelf een dagje naar Delft mocht een poppetje kopen. Oh, dat is leuk. En dat zijn eigenlijk de mooiste, de oudste. Ja. Oh, dus ze zijn nog gevuld. Ja, er zitten er bij allemaal. Oh jee. 4, 5 of 6. Ik heb er zelfs 1. Kijk, er zitten er 10 in. Dat is wel heel extreem. En hoeveel zitten er hierin? Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, en als je. Er hoort er niet bij. Nee, kijk, en alle gezichtjes zijn nooit hetzelfde. Andere wangetjes. Even wegzetten aan je hand. Dat is heel leuk. Ja. Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan.